hier van Derek Plays Games. Welkom naar de tot nu laatste aflevering van Breakout Beast serie 1. We moeten er eigenlijk nog 2 hebben, dus we gaan kijken welke van de 2 hierin zit. Scheur het maar open. Nou, en hier zit dus GPI 88. Betekent dus dat wij nog GPI 91 nog moeten hebben. Oh, mijn geboortedatum, 91. Die moeten we dus nog hebben, want GPI 92, 93, 90, 89 en 88 hebben wij dus nu. Ja. Dus we moeten nog GPI 91, dan een Series 1 Breakout Beast compleet. Jij vindt het leuk, hè? Vroet in slijm. Ik vind het lekker. Maar die ene slijm die we net had, vond ik vies. Waar ruikt die vleugeltjes? Wee, wee, wee. Wisten jullie ook dat ik binnenkort jarig ben? Wordt mevrouw 32. Wat ik ga doen eigenlijk op mijn verjaardag, dat zie ik vanzelf wel. Want op de dag zelf ben ik alleen met Gompie naast me. Want schoonmoeder is in Engeland en we vieren het samen. Of je schoonouders komen op visite een bakje doen. Dat is nog de vraag. Maar anders komt er wellicht wel een hele leuke verjaardagstream met z'n tweeën. Ja, dat is ook leuk. Maar hou in ieder geval gewoon de 14 in de gaten. 14 november in de gaten. Ja, je plakt hem mee in de slijm. Dat was niet de bedoeling, denk ik. Nee. Het is wel mooi kleurrood. Het is wel mooi kleurrood, ja. Weer een zakje. Is die andere ook nog in een zakje of in? Alleen die niet, die moet ik even uit de. Even. Zo, jongens. Ik zeg het maar niet. Ja, ze hebben per ongeluk dat zakje in de prullenbak gegooid. En dan gaan zij het weer verraden. Je bent ook leuk, hè? Hier, jullie gaan pieken. Ze verraden. Ik ben hier erbij. Je bent een verrader, met je pesten het hele shotje. Ja, die kan ik ook niet zo doen dat hij nog een beetje onder zit. Dit lijkt wel op een gemuteerde wesp. Oh mijn hemel. Ik zweer, als er zoiets echt de wereld komt, weet je wel. Nou, dan ben ik net als dat ene ding wat je kan doen met Minecraft, dan bleef ik onder grond. Hij is goed. Oh, wauw. Ik heb verpest en alsnog gaat zij tijdens de opname alsnog kijk, pakken. Kijk, alle slijm. Ik ga maar reviewen. 5 pakken slijm. We hebben dus zilver slijm, rode slijm, gele slijm, blauwe slijm, groene slijm. Dat zou de laatste zijn, I don't know. De gemuteerde zakkie slijm. Nou, en voilà. Dat was de laatste. Dat was dus... GPI 88. GPI 88, ja. We moeten dus... Ja, we moeten nog GPI 91 zien te vinden. Zo ziet dus GPI 88 eruit. En GPI 91 is lelijk. Dit is deze. Dat moet ik niet bij hem. Geef het iets leren. Maar in ieder geval, dat was het voor deze. Voor nu, laatste aflevering van Series 1 Breakout Beasts. Vonden jullie het leuk? Geef een blauw duimpje omhoog. Deel met je vrienden. En ben je nieuw? Abonneer je voor content als deze en andere. Plus zouden wij de laatste GPI.
Breakout Beast Series 1 vinden, die gaan we natuurlijk ook aan jullie laten zien. Want anders is het geen mysterie-ei natuurlijk. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Doei doei!